Goedemorgen, dit is PA6 Echo en ik ben vroeg voor de diesel-ronde, maar niet zo heel vroeg. Het valt nog mee. Eens even kijken hoor. Ben ik live? Ja, ik zie het op het dashboard. Ik heb een beetje een houten hoofd. Ik kom niet van het zuipen, want ik drink geen alcohol, maar ik heb heel slecht geslapen. Oh, hij doet het. Dag Schrander. Ik zie Schrander ook. Ik ben niet helemaal helder. Ik heb ongelooflijk slecht geslapen afgelopen nacht. En ook mijn stem is niet helemaal zoals het moet. Life is life. Life sucks. En dan, je weet wel. Ik heb heel snel een blik op het amateurnieuws geworpen. Het meest opmerkelijke bericht, dat is van een Engels amateur. Dit is trouwens PSS Echo voor de G-Star-ronde. En die goede man die dacht, het is wel een aardig idee. Iedereen is tegenwoordig met drones bezig. Laat ik ook eens wat op de markt gooien. En die heeft uit Iran een aantal militaire drones geïmporteerd kennelijk. De grootste ervan, die weegt 255 kilo. Nou, altijd leuk voor de zendhobby. En die kun je bij hem dus kopen in Engeland. Dus, nou ja. Het zijn niet drones zoals we ze kennen. Ze zien eruit als vliegtuigen. Een beetje zoals die Amerikaanse militaire drones. Ik zie niet dat er bewapening op zit. Dat is maar goed ook. Maar ze vliegen wel, even kijken, bij 300 kilometer per uur kunnen ze 24 uur op 25.000 voet vliegen. Dat zou eens niet mogen. Aparte modulatie? Ik? Nee, ik denk dat jouw spullen niet voor elkaar zijn. Dat denk ik. Hoop ik. Of ik heb mijn microfoon volgespuugd. Ik hou erg van reclame, moet ik zeggen. Maar ik heb er ook een liefde-haatrelatie mee. En regelmatig hoor ik heel vreemde dingen. Bijvoorbeeld zo pas hoorde ik reclame voor de Rowenta steelstofzuiger. En ik denk, zou je die nou ook kunnen kopen of zou je die alleen maar kunnen stelen? Afijn. Ik ga eens even luisteren of er inmelders zijn voor de diesta-ronde. Dit is Papa Alpha 6 Echo en ik heb koffie. Dus ik schrijf niet alles meteen op. Ahum. Papa Delta 3 Alpha Foxtrot India. Goedenavond, John. Papa Delta 4 Fox Mike Juliet. Ik was al bang dat de AFI de enige was. Beide goede avond. Dit is PSS Echo. Zijn er nog meer slachtoffers? Papa Alfie Delta X. Goedenavond, John. Rob ook gehoord. En SVG die zit dus op. Luister naar Franse stream. Geen wonder dat het. Die is door Sander zelf geconfigureerd. hoort dat Rob ook goede avond. PA11301. Die is dus ook op de chat. En in het mailtje werd ik rondgestuurd. Want daar staat hoe je op de chat verzeild kunt raken. Je mag zelf kiezen of je dat wilt. Goed. Zijn er nog meer gedetineerden? Slachtoffers? Nou ja, inmelders. PSS Echo. Ik ben al heel tevreden. Ik durf er niet meer over 3D-printers. Ik zie nog Barry, zie ik. Ik zat dubbel met Barry, maar Barry meldde zich ook in volgens mij. PSS Echo. Ja, dat klopt, John. Goedenavond. Papa Delta 2 Bravo Victor Golf. Hartstikke goed. Ja, ik wou zeggen, ik durf al niet meer te beginnen over 3D-printers. Want ik hoorde Danny klagen. Oh, Kiwi, de link naar Kiwi werkt niet. De link in de mail. Dat is waar. Daar is iets niet in de haak. Je kunt ook op mibit.com. En dan moet je ergens op server klikken. En dan moet je dm.shorties.be inklikken. Nou ja, als je wil weten, dan kan ik het je op het chatkanaal vertellen. Hey. Dat gaat niet werken natuurlijk. Jawel. Nee, maar Danny die kloeg over de 3D-printers, wat hij matig interessant vond. Wat ik niet snap, je kunt er dus ook al leuke elektronica-behuizingen mee maken, dat is hartstikke handig. Enfin,
Ik heb inmiddels, één is onderweg, weer twee nieuwe matjes voor mijn printers. Dus morgen hopelijk ben ik weer op volle oorlogsterkte. Met beide printers piraat, paraat, whatever. Even kijken. Ik zie ook nog PNLJW staan, maar dat was voor de ronde. Robert zou ook nog komen. Onder zijn Nederlandse call. HI. Microfoon naar PD3 AFI. De D-Star-ronde. PSS Echo. Ja, goedenavond iedereen allemaal. En John in Amersfoort. Ja, de vorige keer zei ik in Eindhoven, maar je corrigeerde dat mooi in Amersfoort. Ja, John, ik luister een beetje mee. Ik zit met de rest van de spullen op 10 meter. Dat gaat ook als een speer. Maar ik wens jou heel veel sterkte met je ziek zijn. En een echte centamateur, die wordt toch nooit ziek. Die gaat toch altijd gewoon rechtdoor. Ja, en ik merk ook dat je dat gewoon doet. Dus mijn complimenten uit Rotterdam. Prettige avond en geef mij voor de volgende beurt maar een sterretje. Dankjewel, hoi. Ja, ga ik doen. Ik had snel op QSZ.com gespiekt, maar daar was ik niet ingelogd, zag ik. Dus ik zag daar wel je QSL-kaart, maar niet de aanvullende informatie. Maar het is wel duidelijk. En ik herinner me ook wie je bent, dus wat dat betreft. Ja, nou ja, het is niet zo erg waar ik zit, hoor. Even kijken. Nee, ik sta niet op APRS.fi, althans niet onder mijn eigen call, maar wel onder de repeater call, PI3XTV. En dan kom je ergens in de buurt van hieruit. Dan kun je je antenne op uitrichten. Ja, had ik nog verder wat? Oh ja, nee, maar zo super ziek ben ik niet. Ja, ik moet zeggen, ik ben vanaf mijn 12e of zo chronisch ziek geweest. Het is nog niet helemaal over, maar het is wel de afgelopen 15 jaar een enorme hoeveelheid verbeterd. Dus ik ben een geweldige laadbloeier. En mede daardoor dus. Ik ben tot mijn 30e officieel totaal afgekeurd geweest. En toen had ik er genoeg van. Toen dacht ik, ik ga toch maar eens werken. En toen, ik heb nooit veel meer dan 3 dagen per week kunnen werken tot 15 jaar geleden, zeg maar. Hoewel dat is ook wel, ik heb wel 3 dagen gewerkt en dan nog 2 dagen gestudeerd. Dus dat was wel een volle week. Maar ik ben wel wat gewend wat dat betreft. Maar ik heb problemen rond slapen en ik heb afgelopen nacht onvoorstelbaar slecht geslapen. Zo goed als niet. En de tijd dat ik geslapen heb ook nog heel slecht. En dat werkt niet goed. Ik heb vandaag wel gewoon gewerkt. Tussen hangen en wurgen. Maar dit is niet zo erg. Ook dat ben ik wel gewend. En meestal gaat het beter. Dus ja, ach, ik klaag niet. Hè. Wie is de volgende op de lijst? Frans. PD4 Fox Mike Juliet. En het mag wel over 3D-printers gaan, hoor. Het is niet dat het taboe is. Van PSS Echo. Ja, oké, John. Nou, ik ben nu aan het storten op de 3D-scanner, hè. Ja. Het leuke is, ik kan hem al aardig scannen. Ik heb een koffiekop gescand. En die geeft dan een PLA-file. Maar daar kun je weinig mee doen. Je kunt niet zeggen van, maak ik een STL-file van en laat maar werken. Dan heb ik gezien dat er een programma bestaat en dat heet, moet ik even spieken, MeshLab. En daar ben ik me nou een beetje in aan het verdiepen, hè. Want het blijkt dat je in PLA-file in principe allerlei puntjes alleen maar scant. En niet een heel totaal plaatje. Nou, die MeshLab die kan een totaal plaatje daarvan maken via die filters. En daar ben ik me nog een beetje in aan het verdiepen, John. Wat is dat nou? Even kijken hoor. De keyboard doet het niet. Druk op F1 voor help. Ja, dat gaat ook niet werken. Jawel. En waar zijn de t-shirts gebleven waarop staat waar zit de Any Key? Die vond ik ook altijd wel leuk. Ja, grapjes op een gegeven moment niet meer leuk, hè. Maar ja. Kunt u me vertellen waar de Any Key staat? Druk op Any Key. Druk op de Any Key voor een vervolg. Jawel. Ja, nee, ik ben daar niet goed in thuis, zoals ik van de week ook al zei. Je bent mij voor. Ik ga er vast nog wel eens wat mee doen. Ik ben nog niet zo ver dat ik zelf dingen teken die ik kan printen. Dus dat is de volgende stap.
wat ik nu gedaan heb, dat is bestaande ontwerpen printen in eerste instantie. Bestaande ontwerpen enigszins aanpassen. Vooral schaal vergroten en wat optimaler op dat printerbed zien te plaatsen. Ja, de volgende stap is dat ik behuizinkjes ga maken. En ik ga op termijn ook wel een Prusa printer kopen. Maar ik weet nog niet wanneer met de huidige wat onzekere economische tijden. Wat bij mij niet zo dramatisch is, maar ja. Nou ja, ik bedoel, ik heb momenteel niet helemaal genoeg werk. Maar ik heb het afgelopen half jaar zo verschrikkelijk veel te veel werk gehad. Dat ruimschoot. Ik bedoel, als ik nu niet werk en ik begin in augustus weer. Volgens mij kom ik dan nog steeds niet in de problemen. Zo, er is wat geld op. Dus dat is niet de bedoeling. Maar het is aardig goed gegaan, kan ik zeggen. Dus. Maar goed, ik ben toch wel wat voorzichtig. Want je weet niet wat er gebeurt. Maar ja, die printer die kan natuurlijk voorstuurder worden in de komende tijd. Hè? Dat is dan weer een ander nadeel. Dus het is een beetje een afweging. Wat hebben we hier? Resized. Nou, ja, Sander die post. Maar ik ga er straks wel op klikken. Want die printer, of die computer is heel traag. Ja, ik heb niet zoveel met de hobby kunnen doen weer. Of zelfs niet met het pedestrian mobile waar ik nog mee bezig ben. Ik wil wat meer voor mijn YouTube kanaal gaan doen. Ik heb net wat spullen gekocht om mijn cameratas weer wat uit te breiden en wat beter in te richten. Ik heb redelijk geïnvesteerd in camera's de afgelopen 2 jaar. Videocamera's en ook wel fotocamera's. Dus ik kan daar wel een beetje mee uit de voeten. Ik ben ook een image stabilizer aan het maken. Ja. Ik zit niet helemaal stil, maar eigenlijk zou ik ook nodig wat aan de repeater moeten doen. En dat blijft een beetje liggen. Komt wel, vast. De repeater, met name de analoge repeater, want die staat, dat draait nog wel. Ik pak hem nog even terug, moment. Aan de analoge repeater waar ook een aantal digitale dingen in zitten, daar moet echt wel veel gebeuren de komende tijd. En dat is eigenlijk al heel erg, nou toch al best wel lang hoog nodig. Ik ben ook al bezig om mijn zonnepanelen aan te leggen. Nou, het is echt, nou. En de boel hier op te ruimen, wat ook nog wel een probleem is. microfoon naar Rob, BA4DX. De Disa-ronde van Papa Alpha 6 Echo. Ja, goedenavond John en alle andere mensen die luisteren en meedoen. Dat is PVDX. Nou, het enige wat ik mee bezig hou John op dit moment is het printen van nylon. Dat schijnt allemaal iets te zijn. Dus daar ben ik een beetje mee bezig op dit moment. En ik ben een beetje bezig aan de WhatsApp met een website die niet wil wat ik wil. Dus daar hou ik me momenteel mee bezig. En niks met centamotorisme of weet ik veel wat. Dus en dat nylon is, dat zit in mijn achterhoofd. En dan kijk ik af en toe even wat daar de mogelijkheden van zijn. Hè? Ja, oké. Okay. Als je niet erg ga ik op luisteren, dan kan ik verder ondertussen tikken aan mijn website en luister ik gezellig mee over. Ja, Rotsi, ik ben bezig een nieuwe webshop te maken. Nou ben ik al 2 maanden mee bezig, maar het begint wel een beetje op te schieten. Dus, en dan ga ik allemaal dingetjes voor pedestrian mobile en zo aanbieden. Korte golfantennes voor draagbaar gebruik. Als het een beetje aanslaat, dan ga ik ook vliegers verkopen om een antenne aan op te hangen. En wellicht zelfs een soort van beschutting en van de pubtentje of zo, zodat je ook in de regen portabel kunt werken. Hè? Dus ik vind dat helemaal prachtig. En wie weet, ik wil het zelf natuurlijk ook hebben. Dus even kijken, er was nog iets wat ik wou zeggen, maar dat ben ik alweer, dat is me alweer ontschoten. Oh ja, ik ben nog een podcast aan het maken over het besparen van energie. Tips hoe je dat kunt doen. Sommigen die doen heel weinig, anderen daar kun je zelfs 20% besparen. Zonder dat je veel comfort verliest. Dus dat is allemaal heel zinvol. En het lijkt erop dat kleine ondernemers zelfs nog wat extra tegemoetkoming kunnen krijgen op hun energierekening. Dat las ik vanavond ergens. Dus daar ga ik ook eens even een studie van maken. Ik ben heel kleinschalig toch wat bedrijven betreft. Hè. Goed, microfoon naar Kamperland, PED2 BVG. En dat ik dat kleine plaatsje weet, hè. Microfoon van Papa Alphen en Zekko voor de Disa-ronde.
Ja, dankjewel John. Goedenavond iedereen. Papa Delta 2 Bravo Victor Golf. Naam aan deze kant is Barry. QTH Kampenland op het eiland Noord-Beveland. Ja, ik zat ook even mee te luisteren met de ronde. Ik heb wel gelijk een vraag. Ik zou willen weten. Ik werk hier via mijn hotspot. Een Raspberry Pi 3. En wanneer ik dan de configuratie aanklik, dan komt er bovenin, eerst was het een oranje tekst en nu is het al een rode tekst. En dan staat er, je hebt een BMAPI V1 sleutel. En die kun je dan op klikken en dan moet je het een en het ander zou je dan in moeten vullen. Maar ik snap niet helemaal waarvoor dat nodig is en of dat ook überhaupt noodzakelijk is om dat te doen. Hè? Dus daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. En ja, is dat nodig of kun je dat ook gewoon zo laten? Ik neem aan dat het wel een consequentie zal hebben, want volgens mij was de balk eerst oranje. En op dit moment is het al rood, dus ik heb zo geen idee wat er niet goed is of wat ik moet gaan veranderen. Maar dat hoor ik dan straks wel even. Ja. Micro even retour naar jou, John. Papa Alpha 6 Echo, Papa Delta 2 Bravo Victor Golf. Ja, de term zegt me niks, maar ik denk dat het met DMR te maken heeft. Het was bij DMR zo dat er doken amateurs op met hotspots die geen call hadden. En die dan de call van een bestaande amateur gebruikten voor hun hotspot. En dus waren er dan meerdere hotspots van dezelfde call en niet van dezelfde eigenaar. En nu is het dus zo dat je bij Brandmeister moet je een inlogcode hebben. Wil je nog met DMR kunnen inloggen. En ik denk dat dat de betreffende inlogcode is. Maar dat hangt een beetje vanaf. Voor D-Star zegt het me niks. En ik ken de afkorting niet die je noemt. Dus ik weet niet zeker of het daar inderdaad mee te maken heeft. Maar ik dacht dat het iets van BRW nog wat was. En dat zou wel eens op BRM geloof ik. Maar in ieder geval dat leek een beetje op een afkorting ook van Brandmeister. Maar ik denk dat het te maken ermee heeft dat je ook DRM geconfigureerd hebt. Klopt dat? Ja, dat klopt, John. Ik heb ook een non-hotspotje staan, die gebruikt dan eigenlijk voor DMR. Ik doe er weliswaar niet veel mee, want ik vind deze dan toch leuker in ieder geval om het. Alleen maar als ik kijk naar de verstaanbaarheid, vind ik deze dan veel mooier klinken dan DMR, hè? Ja, maar goed, ieder zijn ding, zeg ik dan. Dus ik hou toch. Ik hou me toch het meeste bezig met deze. Maar dat zou inderdaad wel eens kunnen. Maar ik weet dus niet of dat nou echt consequenties heeft. Maar goed, dat zal de tijd zal het leren. Ik weet zo even niet wat ik verder hiermee moet doen. Hè. Een brandmeister, dat heb ik wel. Kan ik ook gewoon op inloggen. En ja, naar mijn mening staan er ook alle hevens goed ingevuld. Maar ja. We wachten het maar gewoon even af, John. En zoals ik zei, het zal allemaal niet zo vaart lopen, denk ik dan, hè? Nee. Micro even retour. Papa Alpha 6, Echo, Papa Delta 2, Bravo, Victor Golf. Ja, ik weet zo snel niet hoe je aan zo'n code komt, maar ik denk dat je dat wel kunt vinden op hamdigitaal.nl waarschijnlijk. Het is wel zo dat voor D-Star heeft het geen gevolgen, voor DMR wel. Dus je kunt zonder die code kun je niet op DMR werken. Dus dat is de consequentie. Dus als je op DMR wil werken, moet je echt zo'n code hebben. Tenminste, als je dat via Brandmeister doet, want er is ook al een free DMR. Volgens mij is het daarvoor niet nodig. Ik heb dat ook. Ik vind, maar ik ben ook wel een beetje eenkennig, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik een hekel aan DMR heb. Maar ja, ik kan gewoon niet alles doen. En Fusion en ik heb tegenwoordig heel weinig tijd voor de hobby. Ik heb 2 of 3 maanden geleden een Anytone Porto gekocht waar DMR in zit. Heb ik niet gekocht voor DMR, maar vanwege de APRS functionaliteit die erin zit. Maar ik heb dat apparaat nog nooit op DMR gebruikt. Helemaal niet. Ik heb hem ook niet geprogrammeerd. Ik heb er wel APRS mee gedaan. Maar waar ik hem voor gekocht heb. Maar nog geen DMR. Ik heb een Hytera ook nog. Een hele mooie. In de tijd dat ik ze zelf nog importeerde gekocht. En
Ja, nou, het is zo dat qua techniek klinkt DMR wat beter, en Fusion ook, dan D-Star. Maar het is maar een subtiel verschil. Het klinkt wel iets anders, maar de grootste verbeteringen bij de vocoder die bij Fusion zowel als DMR gebruikt wordt, de grootste verbetering, die zit hem in de ongevoeligheid voor reflecties. DISA werkt in bergachtige gebieden vrij matig, omdat er een vocoder in zit die voor satellietverkeer gemaakt is en niet voor landmobiel. En die nieuwere vocoder, daar is dus de code aangepast, zodat hij met reflecties in bergachtige gebieden beter omgaat. En dus DMR werkt in Oostenrijk en Zwitserland gewoon een stuk beter dan DISA. Ik weet niet hoeveel het is, maar het is wel zoveel dat in Oostenrijk eigenlijk nooit DISA van de grond gekomen is. En dat ze daar meteen op DMR zijn overgeschakeld. Dus dat zegt wel iets. Maar qua geluidskwaliteit is het verschil niet zo groot. Maar het verschil in kwaliteit komt vermoedelijk doordat er heel veel Chinese apparaten zijn waarvan de modulatie nogal wisselend is. Als iedereen met Hytera werkt, dan werkt het allemaal wel goed. Of iedereen met Motorola of met een van de andere grote merken. En waarschijnlijk ook wel als je met twee Hytera's met elkaar communiceert. Hè. Maar Motorola werkt wel niet helemaal 100% goed naar Hytera toe. Ik weet niet of dat probleem inmiddels opgelost is. Maar er was ooit wel iets van glitches die er dan plaatsvonden. En daar zit het probleem bij DMR een beetje. Ik pak hem nog terug, moment. Kijk, bij D-Star en ook bij Fusion en ook als iedereen met één merkapparaat voor DMR zou werken, ja, dan is die kwaliteit gewoon constant. En dan heb je niet van die volumeverschillen. En bij D-Star is er ook wel iets van een volumeverschil. Ik denk dat ICOM zich vergist heeft bij een aantal jaren in het instellen van de modulatieindex. Daar is wel eens door iemand aan gemeten en dat klopt volgens mij wel. Die modernere apparaten die hebben al wel een knuppelharde modulatie. Maar niet iedereen weet dat nog. Die vroege apparaten, zoals de 2200, dat is een eenband transceiver die er ook voor 70 was. De 2200 is de 2 meter versie. De ID800 en de UV en de... Nee, hoe heet dat ding nou? De U82 en de V82. Dat zijn apparaten die ook een heel harde modulatie hebben. Veel harder dan bijvoorbeeld de IC92 en de latere apparaten. En pas bij de apparaten van 2 jaar geleden is dat weer hersteld naar zoals het daarvoor was. Dus bij D-Star heb je ook wel een verschil in sterkte in de modulatie. En mensen die zachtere, eigenlijk niet goede modulatie gewend zijn, die roepen altijd als iemand een hele harde modulatie heeft, dat het niet goed is. Maar eigenlijk is het andersom. Maar je kunt bij die apparaten met de zachte modulatie, omdat het een modulatie-indexprobleem is, kun je de modulatie niet zo ver opdraaien dat het geluid wel goed is. Dus dat is wel, dan gaat het gewoon vervormen als je dat doet. Maar goed, dat zijn zo wat problemen die ik noem. Ik hoor nu allemaal piepjes dat er allemaal mail binnenkomt. Dus ik moet even in de gaten houden, want ik werk momenteel voor een klant in Miami. En die sluiten pas om 11 uur straks. Die zijn nog, het is daar nog middag, die zijn gewoon aan het werk. Dus als ze vragen hebben, dan moet ik er even tussenuit dingen beantwoorden. Dus dat moet ik wel even in de gaten houden. Jawel. Even kijken, nu hebben we nog twee mensen over. Ik ga nog even kijken, ik zit even wat verder bij de mic vandaan. Ik ga even kijken of er nog meer inmelders zijn. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Die verdachte hebben we niet meer aangetroffen. Microfoon naar Frans. PD4 Fox Mike Juliet, Papa Alpha 6 Echo. Oké, John. Ja, ik zit op Ambit en daar zitten nog genoeg mensen. Misschien heb je hem al gezien. Maar ik hoorde jou tegenstation niet, John. Dus je was aan het praten. Maar dat is een beetje moeilijk als je dan het tegenstation niet hoort. Hè. Dus en dan hadden er meerdere hadden er last van. Dus BVG konden wij niet horen. Ik hoor hem knijter goed. Even kijken, jij zit op XRF 088. En waar zit BVG op? DCS 07. Als je naar DCS 07 gaat, Frans, dan werkt het gewoon. Van PSS Echo. Ja, oké, duidelijk. Maar het probleem is nog niet uit de koppeling tussen de reflectors. Dat probleem is er nog niet uitgehaald, overduidelijk. Maar
Ja hoor, dat, Sander hoorde hem ook niet meer. Die Sander die werkt ook met kreupelen spullen natuurlijk, hè. Nee, ik snap niet dat ik dan wel goed hoorbaar ben. Hè. Maar ja, nee, op mij hoort het wel. Nee, als je... Ja, nee, dat snap ik niet. Op zich is dat toch vreemd, hè, dat Barry dan niet goed hoorbaar is. Terwijl ik ook met hele primitieve spullen werk. Want ja, die hotspot... Ik werk niet met andere apparatuur dan de meeste. Die hotspot is gewoon, ja... Hij heeft wat meer zendvermogen, voor de rest maakt het niet uit. Hè. Dat is dezelfde software. Dus ik snap niet hoe dat dan kan. Hè. Dat is toch een beetje... Het is heel raar dat sommige stations dat dan wel werken. Ik heb ook al QSO's gehoord waarbij het heel erg wisselde. Dat iemand beetje bij beetje doorkwam. En het is ook voorgekomen meerdere keren al dat er op XRF088B een ander QSO liep dan op DCS007B. En dat die mensen ook helemaal geen last hadden van elkaar. Dus dat is ook... Maar voor Barry, er is momenteel een probleem. Dat bestaat al een tijdje met de koppeling tussen XRF088B... En hoe dat, ja, tenminste de reflector met 88B ervoor en die met DCS007B ervoor. Die koppeling die werkt soms niet helemaal goed. Als de ronde helemaal niet te horen is, probeer dan iets met daarvoor, XLX, DCS maakt allemaal niet uit, met 710B. 710B. Want als niets werkt, dan zitten we daar en dat werkt gegarandeerd. Ook omdat het niet gekoppeld is. Nou ja, misschien niet omdat, maar het is niet gekoppeld. Ja, microfoon nog een keer naar jou, Barry. En ja, ik heb hier geen hotspot voor DMN nog steeds geconfigureerd, dus ik heb dat helemaal niet. Ik moet dus over een repeater werken. En ik bleek dus de dichtstbijzijnde repeater met die porto niet te kunnen bereiken met DMR. Dus dat moedigt dan ook niet aan. En ik heb een 70 centimeter repeater. Of tenminste, ja, dat is een hotspot, maar in ieder geval met 35 watt. Dus dat belet mij ook om vanuit huis op 70 centimeter nog uit te komen met die porto. Want ja, ofwel druk ik mijn eigen hotspot dicht, ofwel die hotspot die komt in de lucht en mijn QSO op DMR is weg, hè. PD2BVG, de Distaronde, PSS Echo. PA6 Echo, PD2BVG de Tour. Ja, oké. Een beetje vreemd allemaal dat ze mij niet horen. Ik sta inderdaad op XLX007. Maar als ik ergens anders naartoe moet, dan hoor ik dat graag natuurlijk, want dan verander ik dat, hè. Want dat is nou niet zo heel erg handig. Best kans dat ik dan vaker eigenlijk voor niks zit te roepen. Ja, nou ben ik niet zo vaak QRV op deze stroom, maar luister doe ik zeker wel, maar goed, dat heeft er dan niks mee te maken. Maar als dat XLX veranderd moet worden voor wat anders, dan hoor ik dat vragen. Ja, dan heet het van DMR, John. Dat zal vermoedelijk ook wel de oorzaak zijn dat je allerlei verschillende audio's hoort. De ene die steenhard en de andere die hoor je bijna niet. Op DMR. En ik gebruik zelf de Hitera portofoon. Ja. Oké, nou goed. Voor mij alles duidelijk. Ik hoor dat dan nog even graag. Als ik ergens anders naartoe moet, dan zal ik dat zeker doen. En verder luister ik nog even mee met de ronde. PA6 Echo, PD2BVG. Nee, Frans is de enige die op XRF088B zit. Dus, en zijn stream ook trouwens. Even kijken. Copy. Even wat doen. En dat moet met één hand, dus dat is ingewikkelder dan met twee handen. Hè? Even zien hoor. Ja, nee, dit klopt. Dit is voor Sander. Yep. Dan kun je het zien, Sander, waar Barry op zit en waar Frans op zit. De Frans was degene die op XRF088B zat en de rest die zit allemaal op DCS007B. En zolang je allemaal op dezelfde reflector zit, geeft het geen problemen. Dus het kan best wel zijn. Een deel van de mensen zit op XRF088B. Dus als je op een willekeurig tijdstip zit, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. Want er zijn een aantal stations die op de een zitten en een aantal op de ander. Dus ja, maar voor de ronde raad ik dan aan om op DCS007 te gaan zitten. Omdat we dan met de ronde allemaal op dezelfde zitten. Totdat het probleem opgelost is hoor. En ik begrijp dat er aan gewerkt wordt. Het duurt alleen al wel een poosje.
Ik ben niet een super fan van die koppelingen. Je ziet dat dat nu tot problemen leidt. Dus ik zou liever hebben dat we als landelijke reflector gewoon eentje hadden. Aan de andere kant is het wel leuk als er weer verbindingen met tussen DMR en D-Star zouden zijn. Maar ja, dan haal je dit soort problemen toch ook weer in huis, hè? Want dat zijn toch weer koppelingen. Wat ik wel een beetje een punt vind, is dat de mensen die de reflectors beheren. Dit is mijn analoge repeater. 4, 3, 9-975, repeater. The time is 9 p.m. Het is de andere PI3XTV. Ik zet hem even uit. Maar, wat wou ik nou zeggen? Ja, nu ben ik helemaal van apropos. Ik was heel geanimeerd iets aan het vertellen, hè? Dan word ik met mijn eigen repeater in de reden gevallen. Het ging over die koppelingen, maar... wat ik wel een beetje een punt vind, dat is dat ik de indruk heb dat al die koppelingen en al die reflectors beheerd worden door mensen die je hoogst zelden op D-Star hoort. En ik weet niet of ze wel luisteren, maar in ieder geval hoor je ze niet. En ik zou liever hebben dat dat soort dingen beheerd worden door mensen die actief zijn. En dan bedoel ik niet zozeer dat ik zelf dat zou willen doen, want dat wil ik helemaal niet. Maar het is wel beter als mensen geregeld QRV zijn. En dan heb je er toch meer mee. Hè? En bovendien, daar heb je er zelf ook last van als een keer niet werkt. En dat is nu niet het geval. Dus ik denk ook dat het daardoor een poos duurt voordat het opgelost wordt. Hè? Ik ben al 3 minuten aan het praten. Ik pak hem nog even terug. Moment. Aha, dat gaf gedonder de stream naar een andere. Het mooiste is natuurlijk als het allemaal goed werkt. Hè? Dus, jawel. Goed, microfoon nog een keer naar jou, Frans. En ja, als Berry zich ook uitmeldt, dan denk ik dat ik de ronde daarmee besluit. Maar het is toch al wel weer een aardige ronde gehad. Hè? Ik zal volgende week weer eens proberen wat meer reclame te maken. Ik heb ook wel zoiets van, het moet zonder reclame ook werken. Hè? PD4 Fox Mike Juliet, de D-Star ronde van Papa Alpha 6 Echo. Ja, oké, zo. Ik doe eigenlijk een oproep van, is er iemand aanwezig die mee met NASLAP kan helpen, hè? Want dat is toch wel gecompliceerd, hoor, wat er allemaal van filters zitten enzovoort. En een simpel koffiekopje om die in een STL-file te krijgen, dat lukt mij nog niet. Ja, dus mocht er iemand aanwezig zijn of mocht er iemand iets weten van MeshLab, dan zou die mij heel graag daarmee kunnen helpen. Ik ben inmiddels een mailtje aan het beantwoorden. Weet Robert niet daar iets van? Robert zit momenteel in Nederland, dus hij zou vanuit zijn strook Alpha zou die nog proberen zich in te melden. Maar volgens mij zijn ze allemaal Nederlandse vrienden aan het bezoeken. Of andersom. Dus het zou best kunnen dat hij het gewoon te druk heeft. Hè? Ik ga even mijn mailtje beantwoorden. Moment hoor, want er was iemand die zich niet kan inmelden op de chat door het probleem. Van PSS Echo. Dan is dat ook omgekeerd dat ze mij dan ook niet kunnen horen. Nee, jij wordt daar wel gehoord. Momentje nog hoor, ik moet nog even 2 dingen tikken. Twee regels. PSS Echo. Even vlug een uitleg getypt. Ik hoop dat het overgekomen is hoe heet dat? Voor Mibit. Dat is de alternatieve manier om te chatten. Hè? Volgens mij hoort Barry jou wel gewoon. Dat klopt toch, hè, Barry? Jij hoort Frans, of niet? PID2 BVG, die is daaronder. PSS Echo. Ja, dat klopt, hè. Ik hoor Frans gewoon.
Ja. Dat gaat gewoon geweldig dus. Volgens mij hoor ik gewoon iedereen. Dus dat geeft bij mij geen probleem. Alleen ja, jammer dat ze mij dan niet horen natuurlijk. Maar goed, ik heb het even opgeschreven. Dus het liefst wanneer er een dienstbaarond is, dat je dan overschakelt naar DCS 007. Ik heb het even opgeschreven, John. Ja. Ja, het leuke van hier van mijn hotspotje, het is een repeater, hè, dus. Ja. Dus ja, zodoende. Oké, nou, we zijn weer bijgepraat. Ik ga het hierbij laten. Ik ga even naar de andere set kijken, want daar ben ik nog een whisper bezig op 20 meter. Ook altijd bijzonder met afstanden die je dan ziet met 10 wattjes. Goed, John, micro de tour en dan blijf ik op de achtergrond. Een fijne avond iedereen en tot de volgende. PA6 Echo PD2 BVW. Ja, hartstikke goed. Ja, houd bij QSO's gewoon in de gaten dat het probleem kan zijn als het niet werkt, hè. Dat er gewoon een probleem met die reflectors is. En dan kun je ook iemand, als je tegenstation maar af en toe hoort, kun je hem naar dezelfde reflector lokken. Maakt niet uit waar je dan op zit. Als hij maar op dezelfde zit als jij, dan werkt het gewoon, hè. Jawel. Frans, Barry hoort jou gewoon perfect. Geen rimpeltje erop. PD4, Fox, Mike, Juliet, de dienst daaronder, PSS Echo. Ah, dat is jammer, hè. Dan is dat inrichtingsverkeer. Want ja, ik hoor hem niet. Ja, dan moet ik wel eens even kijken of ik ook naar die DCS 007 Bravo ga. Ja, ik weet niet wat nog werkt, van dat ook op de audioserver zit. Want dan zou ik hem in de audioserver wel moeten horen. Maar ik ben er even benieuwd naar. Ik denk dat hij het ook niet doet, want volgens mij kloeg Sander op het chatkanaal er ook over. Hè? Dus ik moet even een moment hoor, want ik heb last van mijn ogen. Ik heb oogdruppels nodig. Ja, je weet, ik ben vorig jaar, tot anderhalf jaar geleden was ik zo goed als blind, hè, een aantal maanden lang. En daar kwam behalve de kwaal waarvoor ik geopereerd ben en nu weer goed zie uit dat ik te weinig traanvocht heb. En daar heb ik nu een beetje last van. Dan gaan mijn ogen steken. Ja. Dus. Maar ik heb inmiddels een pipetje met oogdruppels te pakken. Dus die gaan we even druppelen. Nou, dan klink ik misschien wat alsof ik gehuild heb, maar... Het gekke is, je hebt ook een soort gevoel alsof je gehuild hebt als er van die neptranen over je wangen biggelen. Hè? Dat is... Oh. Maar goed. Je hoort het, al die reflectors, volgens mij, ja inderdaad allemaal, dat kan zowel voor XRF, DCS als RAF en ook XLX. Maar XLX is hetzelfde als DCS, hè? Dat maakt geen verschil. Dus dat, wacht even hoor. Ik zie nu niets meer. Dus ik moet een vergrootglas pakken. Aha. Oh, wacht even. Sander die typt van alles. Oké. Nou, het is dus zo, als je dit hoort, Sander. Die afkortingen, REF, DCS en XRF, die staan voor verschillende protocollen. XRF is het oudste. RAF heeft een aantal gering aantal verbeteringen erop. En DCS is de meest geavanceerde ervan. En dat zit hem er met name in dat bij de verschillende protocollen... Er is nog steeds wel een kans dat een doorgang niet doorkomt. Maar bij DCS is de kans het grootst dat de doorgang niet onderbroken wordt. En daar zit wel een groot verschil in met XRF. Dus als je kunt kiezen, dan is DCS meestal de beste keus. Maar als alleen XRF werkt, ja, dan zou ik XRF nemen. Hè? Van PSS Echo.
door de ogen gedruppeld. Is het meestal zo dat na een minuut beginnen, in plaats van dat het steekt, beginnen mijn ogen te prikken. En dat duurt dan 2 minuten of zo, dus de ellende is nog niet voorbij. Jawel. De hele dag geen last van gehad en dan druppel ik niet. En dan komt het 's avonds dubbel en de was terug, hè. Ik kan nu even niet veel lezen, dus ik... het is geen aanstelleritis bij, dit is zo weer over, hoor. Dan kan ik alles weer zien. Maar, jawel, dus ik zit nu even onthand omdat ik de reactie niet op het chatkanaal kan lezen. Microfoon aan jou, Frans, van Papa Alphus is Echo. Ah, oh, duidelijk, hè. Nou, P4 SVG die zegt dus, even kijken, klopt, PCS is de nieuwste, ondersteunt ook XRF. Maar ik kon dus niet naar 007 uitgaan dat Frans op 008 zat. Nou ja, dus dan weet je dat ook zo. Heb ik gelijk de volgende vraag. Je hebt de DCS, je hebt de XRF, maar je hebt ook de XLX of zoiets. Ja. Toen viel je weg, Frans. En ik zag de call van Berry even voorbij komen. Ben je uitgesproken, Frans? Ja, ik heb hem losgelaten. Roger, nee. Ik geef Berry direct de microfoon, want ik denk dat hij inderdaad wat wou zeggen. Het kan ook zijn dat hij per ongeluk de microfoon indrukte, wat helemaal niet erg is. Maar... je vroeg iets en dat ben ik nu even vergeten. Oh ja, nee, DCS en XLX. Nee, het is zo dat de DCS, XRF en REF zijn protocollen. En dus die reflectors, die multiprotocol reflector, die was eerst zo gemaakt dat je alleen die drie kon kiezen. Maar heel veel amateurs die probeerden, omdat die reflector zelf, dat heet een XLX reflector, maar dat was alleen maar een naam. Maar heel veel mensen die probeerden dat te linken aan XLX, noem maar wat, XLX 204 of van XLX 088. En dat kon niet. En toen hebben ze dus in die reflector het mogelijk gemaakt dat mensen dan die foutmelding niet meer kregen. Maar wat er gebeurt als je XLX koppelt, dat is identiek aan wat er gebeurt met DCS. Dus als je aan XLX koppelt, dan krijg je het meest geavanceerde protocol. Namelijk het DCS-protocol. Dus het maakt niet uit of je XLX neemt of DCS. Dat maakt geen verschil. Van PSS Echo. Zo, dit gaat met die protocollen. Ja, nou ja, goed. Kijk, op zich is het leuk dat amateurs steeds verbeteringen ontwikkelen. En het is natuurlijk zo dat er zijn mensen die, en dat is op zich ook gewoon prima, die hun eigen protocol natuurlijk blijven ondersteunen. En er wordt dus niet door iemand anders aan een bepaald bestaand protocol geknutseld. Wat bij open source natuurlijk wel heel goed zou kunnen, maar het is niet allemaal open source wat dit betreft, hè. Ik geef microfoon even aan Berry om te kijken of het per ongeluk was dat de PTT werd ingedrukt of dat je inderdaad wilde inmelden. PD2 BVG, die is daar ronde. Van Papa Alpha 6 Echo. Ja, dat was niet per ongeluk. Ik ben even overgeschakeld aan DCR 007. Dus als het goed is, dan hoort Frans me nu wel, hè. Alleen nu ik je verhaal zo mee zit te luisteren, dan, ja, voor mij is nu even de vraag, waar moet ik nu op laten staan, hè? Want moet toch niet zo zijn dat je iedere keer moet schakelen in die Raspberry Pi, dan naar XLX en dan weer naar DCS? Dus laat ik hem nu staan op DCS, of laat ik hem nu staan op XLX? Nee, dat maakt niet uit of je DCS of XLX neemt, dat maakt geen verschil. Het maakt wel verschil of je REF neemt of XRF in plaats van die andere twee. Maar ik zou gewoon een van die twee... Nee, doe DCS voor de duidelijkheid, dan weet je dat je die hebt. Maar dat maakt op zich geen verschil. Ik,
Nee, ik ga er ook geen lang verhaal van maken. Het maakt gewoon geen verschil. Frans, kon je Barry horen van PSS Echo? Hallo Frans, dan kan Frans mij ook niet meer horen, kun je net zien. PD4 Fox Mike Juliet, PSS Echo. Nou, dit is wel helemaal zeldzaam. Het gebeurt wel vaker dat Frans even wegloopt om koffie te halen, Barry. Dus ik ga ervan uit dat dat is wat er gebeurt. Dus ik zie je ook op het chatkanaal niks typen. Dus... En Ruud, PNALV, was er ook bij gekomen op de chat, hè? En het linkje helaas, wat ik in de chat had gezet, dat werkte dus niet. En ik heb aan het begin wel even geroepen, dan moet je Mibit gebruiken, maar dat vergt een gehele gebruiksaanwijzing, wil het werken. Dus misschien moet ik dat de volgende keer in de mail even uitleggen. Hè? Nou, eens even kijken of Frans weer geretourneerd is van PSS Echo. Hallo Frans. Ja, ik ben er nog. Ja, maar ik kreeg net een paar keer de microfoon en daar reageerde je niet. Dus wie weet ben je weggelopen of zo, maar kon jij Barry horen? Nee, ik kon Barry nog niet horen. Dat is voor mij een raadsel. Dat is totaal bizar. Oh, oh, oh. Ja, dan weet ik het ook niet. Je zou haast een fout in de XLX-reflector vermoeden. Op het chatkanaal wordt ook uitgebreid gelachen hierom. Of was dat niet hierom? Oh nee, schroeven. Daar ging het over. Dat is geen goedkope grap trouwens, heb ik gezien. Maar het staat wel op mijn verlanglijstje om implantaten te nemen. Want mijn gebit is ook niet best. Even kijken hoor. Ja, goed. Nu, om met de discussie op het chatkanaal te spreken. Ik sta met mijn bek vol tanden dat Frans en dat Barry nog steeds niet hoort. Ik kan jou de microfoon geven, Barry, maar je bent nog steeds niet te horen bij die arme man. Nou ja, arme man, ik heb meer medelijden met jou dan met hem. Van PSS Echo. Ja, prima, John. Nou ja, dan is het heel makkelijk. Hè. Dan hoef ik ook... Dan zet ik hem weer om terug, denk ik, op XLX. Nou ja, als hij dat niet uitmaakt, ja... Ik dacht, wanneer ik in de lijst altijd keek... Dat de meeste allemaal op XLX zaten. Dus ik dacht, ja, dan doe ik dat ook. Dan zet ik hem ook op XLX. Maar ja. En dat kan ik nu ook wel het beste maar doen. Want BCS, dat heeft dan ook geen zin. Ik kan je nog niet meer horen, Barry. Hoor jij mij nu wel, Frans? Ah, luid en duidelijk, hè. Ik denk dat die vorige doorgang, dat we gewoon dubbel hebben gezeten, hè. Want ik was nog met John en spreken. En vermoedelijk heb jij daar ook overheen gesproken. En daardoor hoor ik jou even niet. Maar nu hoor ik jou luid en duidelijk. Kijk, dat is mooi, Frans. Opgelost. Laat ik hem nu gewoon op DCS nummer 7 staan in het vervolg. En dan... Moet het gewoon goed zijn, hè? Ja. Oké, ik laat het hierbij. Ik ga even verder met Whisper. Even met experimenteren. En dan luister ik nou even mee, hè? Voor jou de microfoon even, Frans. En dan, dan mag jij hem weer teruggeven aan John. En dan luister ik nou even mee. En dan zal de ronde denk ik ook wel zo stoppen. PD4 FMJ, PD2 BVG.
Hallo Frans. Ik ben bang dat er toch wat dubbel gezeten is van PSS Echo. Kijk, Echo Juliet Oscar is er ook. jawel. Nou, microfoon even naar jou, Frans. Zet jij net in de lucht, want ik denk dat jij dubbel zat met Barry. Dan hoor ik niets meer. Ik ben nog bezig om Echo Juliet Oscar van het chatkanaal hierheen te lokken. Nou, ik hoor je nog steeds hoor, hoor. Ik hoor je nu ook. Ja, ik heb nog. Ik ga nog niet met de scanner bezig voor 3D, Frans. Ik doe het ook rustig aan. Ik heb wat dingen die ik heel concreet wil maken. Twee prototypes van dingen. En daar heb ik echt die 3D-printer voor nodig. Eigenlijk zou ik daarvoor ook ander materiaal moeten printen dan PLA. Maar ja, ik doe het wat dat betreft gewoon rustig aan. Ik heb wel interesse voor zo'n scanner. Maar dan wil ik... Ik wil een grotere 3D-printer hebben. Die ik toch inderdaad wil gaan kopen. Maar ik wil ook wel een scanner hebben waarbij ik toch echt grote objecten kan scannen. Desnoods mijn kat. Nou, dat is wel een beetje de maat, ja. Hij moet zo groot zijn dat ik mijn kat ermee kan scannen. En ja, die kat die moet dan ook stilstaan al die tijd. Hè? Ik weet niet hoe lang dat duurt, dat scannen. Maar dat duurt volgens mij best wel een poos, of niet? PD4 Fox Mike Juliet, die is daaronder. PSS Echo. Nou, dan doe je gewoon zo. Dan pak je de kat. En die zet je op een draaistoel. En dan pak je een handscanner. Die hou je even goed stil. En dan geef je een zwaai aan die draaistoel. En dan heb je hem gescand, hè. Oké. Dus dat kan. Ja, dat is... Dan moet je me nog eens een keer in blokletters uitleggen, Frans, hoe dat gaat. Met een handscanner, zeg je. Ja, nee, dat is interessant. Dat zijn dingen die ik leuk vind. Want dan kan ik het ook op artistieke manier gebruiken. Hè? Of ik kan bluntly allerlei dingen kopiëren die anderen gemaakt hebben al. Ik kan het je nog sterker vertellen, John. Je kunt het zelfs met je smartphone. Daar bestaat een app en dan ben ik even de naam van die app kwijt. Maar die maakt gewoon hele dure foto's. En daar geeft hij dus een STL-file van. Nee, dat is helemaal mooi. Ik heb iets tegen smartphones, maar er zijn uitzonderingen vooral. Af en toe knijp ik een oogje dicht. Maar dat is wel een interessante, zeg. Daar ga ik eens naar kijken. Dat vind ik wel leuk. Ja. Want dan kan ik bijvoorbeeld ook de straat hiervoor op schaal maken. Dat zou natuurlijk helemaal fraai zijn, dat je dat soort dingen kan. Je moet natuurlijk niet het secure daarvan hebben, hè. Ja, het is om te doen. Maar het is nog niet dat je zegt een professionele scan. Ja, dat hoeft ook niet professioneel. Het is artistiek. Een pennenstreek en een penseelstreek, die zijn ook niet nauwkeurig. Volgens mij is Ernst hier ook gearriveerd, maar die zit film te kijken. Dus ik weet niet of hem daar nou te veel afleiden. Hè? PA1 Echo Juliet Oscar, die is daaronder. PSS Echo. PSS Echo, goedenavond PSS Echo Juliet Oscar. Ik hoop dat het over de repeater komt. In ieder geval, ik heb er even een hotspot aangezet en ik zit ondertussen naar een hele flauwe film te kijken op Netflix. AI. PSS Echo, groep PA1, Echo Juliet Oscar, goedenavond iedereen. Ik zie dat mijn kijkgedrag zich steeds meer naar YouTube verschuift.
Maar ik kijk ook nog wel veel gewone tv. Maar Netflix, daar ben ik nog niet aan begonnen. Volgens mij heb ik een tijdje proefabonnement op Netflix gehad. Ik dacht wel dat het Netflix was en ik vond het toen niks. Dus ik moest voor dat proefabonnement heel weinig betalen. En toen heb ik na een paar weken gezegd van nou kan ik er ook weer vanaf. Want zelfs dat weinige, dat vond ik al niet genoeg. Dat ik er niet genoeg voor kreeg. Dus ik heb wel een uitgebreid tv-abonnement met zenders als Insight en dat soort dingen. Dat is wel heel leuk. Allemaal actiedingen. Maar ja, een flauwe film. Nou, dan kun je beter voor de D-Star ronde kiezen hoor, echt. Ja, ik vond die drones vond ik wel prachtig. Drones van 225 kilo. Volgens mij mag je er helemaal niet meer vliegen in Nederland, hè? Dat zal in Engeland ook niet mogen. Maar hij maakte wel bekend dat hij ze kon leveren. Maar ik weet ook niet of hij voorraad heeft, hoor. Het is een beetje een schimmig verhaal, want er was heel weinig over bekend. Alleen deze foldertjes. Maar ik vond het wel fraai. En die dingen, dat ene ding dat vloog 300 kilometer per uur. En dan kon hij 24 uur vliegen op 20.000 voet, geloof ik. Echt niet te geloven. Ik wil gewoon nog een keer naar jou. PA1 Echo Juliet Oscar. PSS Echo voor de D-Star ronde. Ja, PSS Echo. PA1 Echo Juliet Oscar. Och, ik vlieg met heel beschadigd rondjes hoor. Eentje die weegt 249 gram. De andere die zal wel iets van 800 gram wegen. Vliegt in de A2 categorie. En dan heb ik nog een oudere drone die, weegt die? Die zal iets van 1800 gram wegen. Maar dat is een bakbeest om te vliegen. En de batterijen die ik erbij heb, die zijn al 7 jaar oud. En dan haal je toch niet meer eruit wat je uit nieuwe batterijen haalt. Ik heb hem een maandje geleden nog eventjes opgelaten. Hij doet het leuk, maar mijn voorkeur gaat toch uit naar de freestyle drone en het ding van 250 gram. Die doet het leuk. PSS Echo, groep PA1 Echo, Julian Tasker. Ja, Frans heeft ook zo'n drone als ik heb, zo'n Tello. Beetje bescheiden. Wat wel leuk is, er is een app voor, dan kun je dat ding je laten volgen. Dat vind ik wel komisch. Ik heb dat nog niet geprobeerd, want ja, ik ben een extreem slechte vlieger daarmee. Maar af en toe dan heb ik wel zoiets van, met al die nieuwe regels had ik wel zoiets van, nou, ik doe er niks meer mee. Maar inmiddels begint het af en toe weer te kriebelen als ik sommige opnames zie. Hè. Dan is het toch wel leuk. Maar ik moet er nog eens over nadenken. Dat filmpje, die Tello die gaat helemaal zo hoog niet. Dat filmpje wat ik laatst maakte met de camera aan mijn antennemast. Ja, dan kom je ook heel hoog. En het lijkt er wel heel sterk op. Hè? Zeker als je groothoeklens gebruikt, dan lijkt het ook nog veel hoger. Ik moet wel zeggen dat ik verbaasd stond dat mijn antenne ruimschoots boven alle flatgebouwen uitkomt. Hè? Want het stond nog absoluut niet op volle hoogte. Het stond maar op 2/3 van de mast van wat hij maximaal kan. En ik kon toch al met die camera uitgebreid op de daken van de naastliggende flats kijken. Hè. Dus ik kom niet boven de bomen uit helemaal, maar toch wel voor een flink deel. Maar ja, de frequenties die ik op die mast gebruik, die zitten onder de 70 MHz en lager. En dan heb je helemaal niet zoveel last van bomen. Hè. Dus, maar dat is natuurlijk een alternatief. En ik wist dat niet, maar degene met wie ik een tijd lang samen van dat soort masten verkocht heb, die blijkt in de tijd voordat er drones waren, die mast een aantal keren mee allerlei plaatsen te hebben genomen. Onder andere Amsterdam met zijn fotocamera bovenin. Dus dan ging hij gewoon in de stad staan met die antenne en dan schoof hij hem omhoog. aan een hek of aan een lantaarnpaal was het mast omhoog met de camera erin. En dan opname maken voordat het met drones kon. Opname van die luchtopname maken. Dus ja, dat was op zich ook wel fraai. Maar ja, een drone gaat wel hoger, hè. Maar hij is niet zo stabiel, ongetwijfeld niet zo stabiel als zo'n mast. Die masten zijn stabiel ongeveer tot 16 meter hoog. Hè? En dat lijkt, als je een groothoeklens gebruikt, toch wel heel erg hoog eigenlijk. Dat verbaasde me een beetje. Maar goed, Frans vertelde over een app waarmee je 3D kunt scannen. Dus dat vind ik toch ook wel super interessant, moet ik zeggen. PD4 Fox Mike Juliet, de D-Star ronde van PSS Echo. Ja, inderdaad, John. Ik heb hem in de app gezet. Dus heet Scan en 3D.
En dan scannen, dat is met dubbele M. Dus scan 3D. En dat is het programma. En die scannen dat. En dat werkt best wel hard, ik moet zeggen. En krijg je een leuke STL-file. Ja, hij is hem al aan het installeren. ja. Ik kan, hij is al geïnstalleerd. Ik kan nu op open klikken, dus dat ga ik zo even proberen. Ik doe niet zoveel met mijn smartphone, hè, bijna niks. Want ik heb een hekel aan smartphones. Maar dit is dan wel weer iets waar ik dan wel erg leuk vind. Ja, ik was niet op de hoogte van het bestaan ervan. Hè. Scan 3D. En je noemt de fileformaat op wat ik ook niet ken, hè. Ernst, ik neem aan dat jij geen ervaring hebt met 3D-printers, of wel? PAN Echo Unit Oscar, de Diesta-ronde. En we bestaan uit drie mensen op, in de ether, hè, van PSS Echo. PSS Echo, PAN Echo. Nou, ik heb er ooit eentje gebouwd en die staat hier een anderhalf meter links van me. Alleen de extruder, daar zit een wieltje bij dat een keer vervangen moet worden. Die is een keer afgesleten en sindsdien kan ik niet meer printen en dat heb ik al een paar jaar niet gedaan. Maar ik heb een hoop dingen in de tijd gemaakt hoor. PL6 Echo, PA1 Echo. Oké, die scanner is een vervelende app Frans. Want hij vraagt om te beginnen al dat ik met Google wil inloggen. Nou, dat is dan goed. Maar dan wil hij me ook nog maar de files in de Google Cloud gaan opslaan. Ja, nu is de grens bereikt, hè. Dan is de pret er meteen af. Dat gaan we niet doen. Want dan moet ik dat aanzetten. En dan gaat hij ook, als ik dat aanzet, gaat hij alles in mijn telefoon backuppen naar de Google Cloud. Ja, dat is echt een no-go. Dus ja, moeten we eens even kijken hoe ik dat nou weer kan omzeilen. Aha, ja. Nou, ik weet niet of je mijn verhaal kent, Ernst. Ik had voor €70 een 3D-printer gekocht en daar waren vervolgens wat issues mee. En toen heb ik er een ontwerpfout uitgehaald, waardoor de temperatuur te laag ingesteld werd. En toen kreeg ik een tweede printer cadeau van de leverancier, dus dat was wel aardig. En ik heb nog allerlei andere dingen ook gratis gekregen, dus... Dat was wel aardig dat ze me daar zo voor beloonden. Dus ik heb nu twee van die kleine printertjes. Ze zijn niet zo heel groot, maar ze zijn wel heel nauwkeurig. Voor het geld echt heel goedkoop. Maar goed, ik heb dus voor 70 heb ik er dus twee. En ze staan nu voor 99 te kopen. Ze zijn wat duurder geworden, maar nog niet heel veel geld. Maar er past maar één soort filament in. Maar je kunt er leuke behuizingjes mee maken. En ook allerlei andere dingen. En ik heb hem gekocht om prototypes. Ik ben bezig twee antennes te ontwikkelen. En ik wil daar onderdelen van mijn prototypes mee maken. Dus dat normaal besteed ik dat uit. Als dan het plastic spuitgietwerk moet gebeuren, dan liet ik dat doen. Maar ja, dit is wel een heel stuk sneller, hè? En goedkoper. Want je zit al snel boven de €70 als je dat uitbesteedt. Maar ik wil voor het portabel werken. Ik zie dat er bij de antennes die er daarvoor zijn aanmerkelijk denkfouten in zitten. En ik wil kijken of die te voorkomen zijn, want dat is niet heel makkelijk. Maar bijvoorbeeld moet je het gebruik van spoelen zoveel mogelijk vermijden. En al helemaal op de plekken waar die normaal gesproken zitten. Dus en zo zijn er nog wat dingen. Dus ik wil echt een veel betere portabel antenne maken voor HF. Het is natuurlijk allemaal de vraag of het lukt. Maar als het lukt, dan ga ik ze ook verkopen. Dus dan ga ik een klein serietje maken. Eens even kijken of er belangstelling voor is. Hè? Ja. En ik heb het afgelopen voorjaar al aan zo'n antenne gewerkt voor een van de fabrikanten. Hè. Ja, was een heel minime bijdrage. Maar ik heb wat tests gedaan. Wat praktijkdingen. En die antenne die komt in oktober op de markt als het goed is. Dus... maar goed, dat is dus wel nuttig gebleken. Ik heb ook ongelukken gehad met de printer. Ik pak hem even terug. Onder andere filament wat ernstig in de knoop raakte en de meest vervelende verstoppingen die nauwelijks op te lossen bleken. Maar inmiddels ben ik dat soort problemen allemaal goed te baas. En lukt het me heel snel om opnieuw in de problemen te komen. PA1 Echo Juliet Oscar van Papa Alpha 6 Echo. Ja,
John, John PHS Echo, de groep PH1 Echo Juliet Oscar. Ja. Ja, nou. Kijk, als je niet zelf 3D kan printen, dan kun je nog altijd met een kapprogramma zelf iets maken. Ik gebruikte Google SketchUp of zo vroeger. En dan ging het redelijk gemakkelijk. En ja, dan kun je er een beetje omheen lopen en kijken wat het voorstelt. En dan laat het door iemand printen. En die kunt met hele leuke materialen printen tegenwoordig. Dus goed. Nou, ik heb niet zo heel veel op te dichten, Jan. Misschien dat iemand anders nog iets te zeggen heeft. PA1, code Julia Tosca. Kunnen we hier gaan van hier? Ja, ga je gang, Frans. Voor mij hoeft hij niet in de cloud, John. Ik heb hem gewoon hier op mijn smartphone gedaan. Ik heb net mijn portal helemaal 20 foto's genomen. En nu is hij bezig om daar een image van te maken. Nou, misschien interpreteer ik zijn vraag verkeerd, maar hij wilde toegang tot de externe opslag. En dat betekent ook dat hij naar de cloud wil. Nee, hij wil gewoon toegang tot jouw camera. Dat hij een foto kan maken. Dat is niet wat hij hier vraagt. Hij vraagt hier toestemming voor de externe opslag. En ik denk dat externe opslag... ik heb geen externe kaart of zo erop... Of een geheugenkaart erin zit of zo. Dus de enige opslag die hij heeft is de interne opslag van het ding zelf. En alles wat extern is. Ja, dat... het wordt in één adem gevraagd met... Maar dat soort geniepigheden bij smartphones die gebeuren heel ongemerkt. En heel expliciet, hè? Of impliciet, hoe zeg je dat? Als je dus een één vraag beantwoordt en je leest dan niet heel goed de voorwaarden die bij die vraag zitten, dan hebben ze meteen ook allerlei andere dingen die ze willen. En nou ja, goed, ik moet zeggen, ik kan daar niet te veel over vertellen. Het is niet bij mij onbekendheid met de materie, want ik ben beroepsmatig uitermate goed thuis in de smartphones. Dus ik wantrouw ze aan alle kanten. Dus, maar ik ga er wel eens naar kijken en misschien dat ik het wel even uitprobeer. Maar dan moet ik weer een ander Google-account maken om te voorkomen dat die mijn toestemming die ik dan hiermee geef ook voor alle andere toepassingen meteen gaat gebruiken. Hè? Want ik krijg voortdurend die vraag van dat hij wil synchroniseren met de cloud. En heel veel mensen beseffen dat niet. Maar alle privéfoto's en alle dingen die helemaal niet verspreid wil hebben of documenten die je scant en dat soort dingen, die worden allemaal bij Google in Amerika op een server geparkeerd. En ik heb NDA's getekend daarover. Als dat ooit een keer uitlegt, dan heb ik de grootst mogelijke problemen. Hè. Ik heb hier echt voor het vertaalwerk documenten die echt heel geheim zijn. Producten die nog niet uit zijn, die pas over een jaar uitkomen of zo. En daar kan ik absoluut niet me veroorloven als dat bekend zou worden. Dus het is wel iets om voorzichtig mee te zijn. Jawel. Dus ik ga wel eens op mijn gemak kijken of ik het ofwel kan omzeilen of voorkomen. Of dat ik in ieder geval mijn spullen veilig houd. Hè. Jawel. Nou, ik denk dat ik ook ga stoppen. Ik ben wel erkentelijk voor die app, hoor. Maar ik ga er op mijn gemak aan kijken of ik dat zonder problemen kan gebruiken. Hè. En er zijn echt bepaalde dingen die ik echt niet doe gewoon. En ik gebruik mijn smartphone. Ik heb mijn smartphone nooit bij me. Hè. En ik ben eigenlijk ook mobiel eigenlijk niet bereikbaar meer. En als ik bereikbaar ben, dan vinden mensen ook zo leuk. Ze zeggen, ja, we geven je nou je mobiele nummer. Ja, maar ik ben niet bereikbaar onder mijn 06-nummer of onder wat voor 06-nummer. Ik heb gewoon een vast telefoonnummer. En dat werkt voor mijn vaste telefoon en voor mijn mobiel. ja, maar we willen toch je 06-nummer. Nou, dat is dan goed. En de volgende keer zijn ze boos dat ze me niet kunnen bereiken. Ze luisteren dan gewoon niet, hè? Ja, nee, maar als we je mobiel hebben, dan hebben we je in ieder geval, dan krijgen we niet even de huisgenoten. Ik pak hem even terug. De enige huisgenoot is mijn kat en die zal heus de telefoon niet aannemen. Dus ik bedoel, je krijgt me nou echt zelf. Maar je krijgt me niet als je mijn 06-nummer wilt. Maar als je alleen mijn 06-nummer wilt, prima de luxe. Goed. Ja, ik ben daar gewoon heel lastig in. Ik ben een vervelende figuur daarin, maar met reden. Goed, ik ga de ronde afsluiten, Frans. Ik moet nog wat vertalen zometeen ook. Vervelend genoeg. Maar mijn klant heeft nog niet gemaild.
PD4 Fox Mike Juliet van PSS Echo. Prima, John. Nou, ik zou zeggen, stoei nog wel eens even mee. En dan zul je toch het goede erin zien, hè. Ja, hij maakt er eigenlijk een mooie RCL-file van. En ik denk als je dat met die foto van je kat doet, dat dat wel helemaal een leuke scan kan worden, hè. Maar goed, dat zoek jij nog wel uit, dat weet ik wel zeker. En misschien hoor ik volgende week wel het resultaat. Nee, ik ga het zeker proberen. Als het als ik toch de cloud in moet, dan maak ik alweer een nieuwe Google-account aan. Waar het dan weer niet mee mag, hè. Goed. Ik maak sowieso voor elke smartphone die ik heb een apart Google-account aan. Zoals een mail-account, waar ze alles aan ophangen. Ja, ik moet even oppassen. Nee, ik moet er echt, want ik heb hem momenteel aan mijn YouTube gekoppeld. Dus als ik daar de toestemming geef, dan gaat hij dus elke keer als ik hem aan YouTube koppel, gaat hij dat in de cloud parkeren. Dus ik moet dat echt even voorkomen. Dus ik moet echt goed nadenken wat ik doe. Want anders dan maken ze daar weer mee. En dat kun je wel weer terugdraaien, maar dat is helemaal moeilijk. Dus dat mogen zo de meter. En dan is de volgende keer staat het weer aan en dan moet je ze voortdurend oppassen. Dat wil ik helemaal niet. Dus ik ga het wel proberen. Heel misschien op een ander toestel. Ik heb nog een oud toestel. Dat is misschien wel een beter idee. Dan heb ik het helemaal afgescheiden. Daar zit wel een goede camera in trouwens. Oké, Frans, hartstikke bedankt. En ik vind dit wel erg leuk hoor. Als het mogelijk is, dan ga ik het zeker proberen. En dan zal ik die kat ook eens even in het... dat is toch wel fraai. ja. Nee, dat... dit opent perspectieven. Goed, hele groeten. En je ziet... ik weet nog niet wat het nou aan ligt. Oh ja, nee, dat je Barry kon werken. Was dat Barry naar een andere reflector gegaan was, volgens mij, hè? Nou ja, whatever. Jawel. Ik zit me nu iets raars te bedenken, maar ik ga daar niet nog weer een hele discussie openen. Ik ga wel er echt wel vandoor. Want ik heb nog steeds een houten hoofd ook, hè. Groeten, PSS Echo. Hallo, de groetjes, John. En bedankt voor het einde van de ronde, hè. En tot de volgende keer weer. Een dubbele hoei. PSS Echo P0P, John, heb je iets vlees met betrekking tot Svarak PDS, ja? PSS Echo P0P? Nee, maar ik moet wel bekennen dat ik heel weinig amateurnieuws gevolgd heb de laatste weken, hoor, vanwege de drukte. Maar ik heb niks daarover gezien. Oké, nee, goed. Misschien volgende keer, Louis, maar... PCT kunnen ook wel een vaart QSO maken, hè? Maar goed, ik hoor dat er wel zo'n PA6 Echo P0P. Ja, ik heb momenteel niks op mijn HF-set aangesloten. En ik heb in de buurt van mijn HF-transceiver niet veel ruimte voor computerspullen. Dus dat is wel een beetje een probleem. Maar vandaag is ook mijn HF-antenne naar beneden gekomen. Dat klinkt erger dan het is, want het is een simpele draadantenne. Maar ik zit nu ook zonder antenne. Ja, ik kan wel ontvangen, maar ik kan niet zenden. Dus, denk dat ik morgen of overmorgen alweer een antenne plaats hoor. Ik heb antennedraad wat ik zo snel niet kon vinden, anders had ik het vandaag al wel gedaan. Maar dat is nog een extra complicerende factor. Maar het grootste probleem is dat ik heel weinig tijd heb. Dus ik denk dat ik niet binnen nu en twee maanden zover ben dat ik een QSO kan maken. Digitaal. En wat ik op HF doe is normaal gesproken met de seinsleutel. Hè? En af en toe met de microfoon. P1 LUP van Papa Alpha 6 Echo. PSS Echo P0P, oké, is wel geen probleem. Als je tijd hebt, dan hoort wel, dan via deze dag. En dan kunnen we TCT wel een cursus, vaak cursus maken. Dus geen probleem, rustig aan, hè. Dus
deze partij. Goed, in ieder geval bedankt voor de verbinding. En ik had heel even mee geluisterd. Ik had vandaag iets anders aan Benton, dus had ik een beetje mee geluisterd, John. Goed, in ieder geval een zeer prettige avond en zeer zeker tot een volgende maal. PA6 Echo P0B. Ja, Roger, en voor wie het wil weten, het Daru magazine is uit. Dus die kun je gratis downloaden. Even kijken, is die echt uit? Ja, die is editie 30. Altijd wel leuk om even door te bladeren. Op daru.nu. En dan kun je ergens in de linkerkantlijn op magazine klikken ergens. Het is altijd wat lastig te vinden. Downloads moet je hebben. Ja, downloads. Dat is de op 2 na onderste uit het keuzelijstje. Jawel. Ja, nee, we spreken er nog wel een keer over. Er zit nu ook iemand tegen me op het chatkanaal te schrijven. Maar ja, ik moet me er ook even in verdiepen. En dan heb ik vast ook wel wat vragen daarover, Marcel. En goed, hele groeten van PSS Echo. Geen probleem, John. Als je vragen hebt, vrij. Dus je hoeft maar geen probleem. Goed, in ieder geval, prettige avond en tot later. PSS Echo, P0B. Ja, Roosje, de groeten.